Oh my god, mensen. Vandaag is het zondag. Dus zeg, goedemorgen, deze morgen. Mijn naam is Pepe. Hoppa, nieuwe dag, nieuwe vlog. Wat gaan we doen vandaag? Wel, het is het volgende. We gaan een keer naar Brussel, want ik ben uitgenodigd door CineArt om een première of een screening te gaan bekijken van een nieuwe animatiefilm, Robot Dreams. maar ik ga dat niet alleen doen. Ik ga dat doen met een collega van mij en je gaat zometeen wel zien wat een collega dat is. Ik ga nu achter hem gaan en dan gaan we samen naar Brussel gaan. En ja, we gaan een keer die film gaan checken. Dus ben ik benieuwd wat dat allemaal gaat geven. Hè. Dus ik ga eerst achter mijn collega. We gaan dan naar Brussel. We gaan dan iets eten. Dan gaan we filmpje kijken. En dan daarachter zien we wel allemaal, hè, mensen. Het is mega mooi weer. Het zonnetje zit in mijn gezicht. En ja, mooie tijden komen eraan. Let's go. Yo! Voilà, zijn mensen. En we zijn dus toegekomen in Deerlijk. En we hebben onze goede vriend opgehaald. En ja, nu ga ik een keer tonen wie dat is. Bam! Goeiedag. Jury. Nee, ik ben niet Jury, ik ben Bart. Allee, dat is de Barto, hè. Voilà. Dus je hebt hem gezien in de vorige vlog van als we gaan bouwen zijn. Als hij kampioen was. Weet ja. Je nog? Het is geen ongeluk gebeurd, maar we hebben ons best gedaan. Hij heeft u geamuseerd, hè? Ik heb je geamuseerd, ja. Voilà. Ja. Dat is het belangrijkste, hè? Mobbeja! Dus ja, we gaan een keer naar Brussel, hè? Ja. Naar Brussel. En wat gaan we doen in Brussel? Filmpje kijken. Filmpje kijken. En wat ging ik nog zeggen? Ah, is dat lang geleden dat ik een film gezien had? Nee, van gisteravond. En wat heb je gezien? Leaving the World Behind met Julia Roberts. Julia Robert? Ja, Julia Roberts. Ah. Dat was een mooie film, maar ben wel minder in de film een keer in slaap gevallen. Ah. Ja, kan gebeuren. En heb je toen verder gekeken of heb je toen gewoon een klein beetje teruggespoeld of wat heb je dan? Ik heb gewoon verder gekeken, want no time to chill. Gewoon. Ja. Bam, voortdoen. Gewoon bam, doordoen. Zeg, en nog een vraagje, we zijn naar Brussel. Kun je toi parler français petit peu? Of, No, I don't speak French. Ah, no, no, ne pas français. Un petit peu, non. Un petit peu, non. Oké. Is er nog iets dat je moet zeggen tegen mensen? Kun je Frans, Kevin? Ja, just un petit peu, moi parler français petit peu, mais ne pas beaucoup. Maar wat gaan we nu doen in Brussel? Ik weet het niet. Heb je iets verteld? Jij neemt hem mee. We gaan naar een screening gaan kijken van Robot Dreams. Want we zijn uitgenodigd, jij en ik, door CineArt. CineArt is een 18 plus film dan. Ja, met Jada Sparks. Dat ken ik niet, hè. Jawel, kijk jij dat wel? Jongen, kom. Bart, je moet niet zo beginnen, hè. Jada Sparks. Ik volg Jada Sparks op Instagram, hè. Ik like is alles. Dat? Ja. Ik like alles, hè. Sorry. Ah, voilà. Ja. Goed. Allee, we gaan een beetje verder heen. En we gaan misschien eerst aan de toekomst iets gaan eten of zo. Ja, dat is de McDonald's, hè. Ah, is het McDonald's? Nee, dat gaan we het wel zien, hè. Nee, maar ik ga goed dat hij ging trakteren, dus... Dan trakteer met een pak slag! Ah, ja. Sorry. Dat was erover, hè. Ja, het was erover, hè, Bart. We kunnen alles al knippen, hè. Nee, dat wordt hier niet geknipt. Nee. Ben je aan het filmen of wat? Ah, ja, maar natuurlijk ben ik nog aan het filmen. Maar dat is dus zo, hè, Bart. In mijn video's wordt er zo goed als niet geknipt. Het is gewoon het leven zoals het is. Zeg, Kevin, is het nog ver, hè? Salut! Mensen, we zijn toegekomen en Bart die ziet volledig zitten. Hé?
Ik wil naar Rus. Nee, dat is geen woord, hè. Voilà, en we zitten hier al direct aan de ijspiste. Kun jij dat goed schatsen? Is die mee? Ja, kun je dat goed schatsen? Ik kan dat niet schatsen. Nee, ik kan dat ook niet. Ik heb nog nooit gedaan in mijn. Kun je het een keer proberen anders? Nee, het is goed. Het is goed. Nee, want het gaat ongelukkig wel gebeuren. Wow. En we moeten toch niet gaan werken worden, nee. Yes. Waar is je motivatie voor te werken? Come on. Mijn motivatie... Estus. Estus, ja. Ja, Bart, zei het, wat wilde hij eten? Maar meestal nog wat eten, hè, voordat we het zien. Ja, als je heren iets wil eten, maar ik weet niet wat. Ik eet alles heren. Alles. Heren? Heren, ja. Maar je moet mooi Nederlands praten, hè. Oké, sorry. Ik eet alles graag. Frietjes, of een hamburger, of een slaatje. Een slaatje van Soraya? Ja. Bart, goed kijken, hè? Zie je een boek krijgen van E.T.? Ja. Goed kijken, hè? Goed kijken, hè? Mo. Dat kan toch niet? Hé. Wat is dat? Massa, hé. Dat moet wel lukken, hè? Kevin, mag ik die boek krijgen van hij? Mo, Game of Thrones. Voilà, we zitten hier in een Irish pub, lekker thee. Ik heb fish and chips en hij heeft hier een cheeseburger. Smak het? Ja, het is lekker. Is het lekker? Ja. Het ziet er wel goed uit, hè? Dat is echt bijna lekker. Die fritten, die hamburger. Dat is echt super, super. Ja, we hebben nog 25 minuten en dan moeten we daar zijn, hè? Dus ja. Eet maar door. Ja, oké. Oh my god, dat is echt mega, mega lekker. Niet normaal. Hè? Vind je het ook lekker? Wel lekker. Oh, wacht even. Bijna goed, echt waar, mijn vent al. Kevin. Hallo. Kevin, hallo. Zit hier nog plaats? Kevin. Nee, maar het is echt super lekker. Niet normaal. Voilà, we hebben super lekker heten, hè. Dat is bijna goed, hè. Merci, Kevin. Allemaal dankzij de kracht van de Baby Blue is good for you en al die zeven. Goed. Dus nu is het moment suprême. Ja. Dus nu gaan we naar nu gaan we kijken naar de 18 plus film. Nee, niet de 18 plus film. Ah, nee. Een 12 plus dan. Ja, zoiets. Kijk, dat is hier. Voilà. We zijn hier dus vriendelijk ontvangen geweest. En we hebben iets gekregen toen ik wat je gekregen hebt. Dat gekregen heb? Oké. Een berenschieten stieren. Een stieren. En nat. En dan het laatste, dus het beste, is een sjaal. Hola. Maar het is een beetje buiten dan, hè?
Het is de rode kant dat je moet doen, nee. Maar hij gaat hem ondersteboven. Oh, sorry, ik ben daar niet gewoon in. Voilà. Een, twee, drie. Allee, gasten, kom aan. Nee. We gaan eraan beginnen. Nee, 1, 2, 3. Rikke, de film gaat beginnen. Ja, we zitten in de zaal en het gaat een mooie film zijn. Een film over robotten en dieren die elkaar vinden. En ja, we gaan het wel zien. Ik weet niet wat het gaat zijn. Ik zit hier naast de Kevin. Ik hoop dat hij het even mooi vindt als ik. We zullen zien. Als wij onze koppen tezamen doen en we dien daar zijn hol. Ik versta hem niet. Dien daar zijn hol. Oeh, verstaat niet. Dat is een 0, een 0. Dat hier. Maar nee. Als wij ons hoofd te samen doen, de bovenkant gezien, slecht in zijn hand. Ja. En dat ging ik knippen van. En dat mag toch geen het woordje penis zeggen en... Ik wil er nog zo raar. Ja. Allee. We gaan kijken naar de film, Bart. Ja, slap wel. Jullie vandaag te verwelkomen voor de avant-première van Robot Dreams. Zijn jullie blij om hier te zijn? Ja, ik hoor jullie niet zo goed. Ja. Ja. Oké, super. De film is gedaan. En wat vond je ervan? Ja, ik vond het een schone film. Er zat veel inhoud in. Veel verhaal. Een robot en een hond die verliefd worden op elkaar. En ze dan echt harde seks met elkaar. Dus de film is gedaan. Ik zal het kijk zeggen. De animatie was super goed. Maar het verhaal was een beetje... Maar ja, het is wat dat is, hè, mensen. Ja. We zijn alstublieft content dat we uitgenodigd geweest waren. Ja, door CineArt. We hebben toch nog snoepjes gekregen. We hebben toch nog lekstok gekregen. Ik heb toen nee, ik heb mijn zak gestoken. We hebben hier zo een opinie op dat is. Deelballen van... Goed, allee. We gaan naar de parking gaan en we zijn hier weg. He. We gaan weer naar West-Vlaanderen. Let's go! Yo! Yo! Veel ratten! Je veel ratten! Kom, je veel ratten!
dat zijn mensen, we zijn weer hier thuis bij de Barto. We gaan nu afzetten. Zeg, bedankt voor het was in orde. Ja, ho, we hebben een keer schoon filmpje gezien, we zijn in Brussel gezeten. En ja, we zijn weer thuis. En er zijn geen accidenten gebeurd? Er zijn geen ongelukken gebeurd, maar ja, ho. We zijn best gedaan, de keer fijn. Het is dat. Zeg, gasten, yo! Hey, salutjes. Salut! Tot morgen op het werk. Tot morgen op het de late. Ja, we zijn van de ploeg de late, hè. Ja, hè. Ja. Van 10:30. 11:30. Zie je niet goed, hè, broer? Salut! Salut, yo! Voilà, die mensen. En ondertussen zijn we dus thuisgekomen. Kijk, het was een echt plezante dagje samen met een Barto. Nog een keer bedankt CineArt voor ons uitnodigen. En als er nog een keer wat te doen is, willen we zeker wel teruggaan. Je kunt zien, mensen, de muren zijn hier wit. Dus we hebben al de muren geverfd. Kijk, we hebben het allemaal in het wit gedaan. Dus vroeger was het allemaal like deze kleur, maar we hebben het allemaal in het wit gedaan. En eind deze maand gaan ze al die plafonds hier komen vervangen. En in de keuken al gaat er nog van alles gebeuren. Dat echt dat nog de max gaat zijn, want we kijken er al mega lang naar uit. Ik krijg dan ook een nieuw dak thuis. Moet dat betalen natuurlijk. Maar dus alles is besteld, ook een nieuw dakterras en al. Dus dat gaat sowieso de max worden. Maar ik ga er toch wel een keer een andere video van maken. Als het allemaal af is, gaan we een keer een volledige reveal van al de werken die gedaan zijn. Een keer allemaal tonen. Goed, genoeg gelachen, genoeg gezeverd. Ik ga ze bieden naar mijn bedje. Dus allemaal bedankt om te kijken. Like de video, abonneer op mijn kanaal. En ik zou zeggen tot de volgende keer. Voor een nieuwe dag, voor een nieuwe vlog. Wanneer dat gaat zijn, weet ik dat. Allee, salut!